En nu voor de camera. Een droge vlieghaak, dat mag een Kamazan, mag eigenlijk, omdat het een redelijk lange vlieg is, het is een schietmot, een Kamazan B400 zijn, nummer 12, of wat ik ook veel gebruik is VMC, 9288 of 9280. Weer een olive bindraad? Ja, de bindraad is hetzelfde. Olive dun. Dat gewoon door mij zien. Je moet nog niet slaan, maar dus. Je moet gewoon hè. Bindraad, dun, meer olief? Ja. Tot vanavond? Ja, okay. Want nu gaan we een lijf proberen. Deze keer is het niet met een but. Je zou dat wel kunnen doen, hè? Dus je kunt gerust een paar varianten maken die wel zo'n fluo-groene but hebben. Want dat is eigenlijk een eibol. Een volwassen insect, dat draagt u die eibol of niet? Ja, die vliegen daarmee rond. Je kunt dat echt zien, dat hangt eraan. Dat is echt felgroen of schitterend, zo'n beetje goudachtig. Bij de greyflex is dat iets dat blinkt. Als ribbing, gold, dus houttinsel. Gold. 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 Weer smal. Plat. Zijn die dun of bruin? Of lijfbruin? Of gewoon bruin? Een beetje breed zeker? Ja, ben je dat ook? Dat is wel een beetje breed, hè? Ja, het is eigenlijk maar echt niet te breed zijn, omdat je dan te veel gewicht in je vlieg gaat steken. Ook, ja, je moet je dubbing nog zien, hè, dat hij niet volledig plat geduwd wordt door je remming. Oké. Dus we zetten eerst een beetje in voor je midden. Dat thuis dan wel een beetje smaller. Kijk hoor thuis, maar... Nee, ik kijk niet. Maar kijk, ik zal het dan zo biedt wel aan de rond. En nu gaan we dubben. Nu wat, hè? Haas. Hazenmasker. En de lichtste dubbing dat je bent op uw nazenkop. Wat blieft? En de enkel gehackeld. Ik ga nog niet gehackeld, hè. Ik ga een lijfje maken van haas. Ja, maar ik ga niet in de hekkel opsteken. Ik ben maar je kunt inderdaad, like dat Simon zei, wat je ook kunt doen, is eerst een beetje haas dubben, dan een hekkel inbinden, hekkelen, en overgaans de lengte van het lijfje, en dan je hekkel afknippen op 1,5 mm. Dan heb je eigenlijk een volumineuzer lijfje gemaakt. Ja, ik kan dat straks misschien nog even doen. Want als het een fijn lijfje met dat mag een redelijk volumineus lijfje zijn. Dat toch? Ja. Komt niet af. Erachter, ja. Deel. De vier keuken in de koffiemolen. En dan in een zak. Maar zo'n schietmotte dat heeft relatief dikke lijfjes voor ik mee bijvoorbeeld in dagsvloer. Dat is rap 2-3 mm in diameter. In je naast even, hè. Het is al wel goed. Het is wel een beetje. Dan nog een keer na, ik heb geluisterd door geen opgerapt, dikke keus en ik ook bijna 14 dagen opeten bij. Ja, dat is een hairline, dat heeft zeer goede hazenmaskers. Kijk, dat is een kadetten. Dat is een kilo draaien. Een kenner. En dan ons lijfje weer een beetje taps gaan op. Ik heb er al vele gekusjes, dat moet wel zijn. Als je een struber hebt. En weer zeker 2 mm overhouden. Want er komt nog een vleugel op en er komt nog een hekkel op. De strubers kwamen bij mij en ik moest je kruisen. Dat was ja. Nu moet nog in Duits komen. Ja, september al wat. Ribben? Een stuk of 5, 6 in mijn kant. Ja, dus nadat je een lijfje gemaakt hebt, ga je een ribben mee weer houden. Tot wat? Wilde naam. Milar. Nip af. En nu ribben? Ribben! Met die handel. Dan lijfje is dat iets te doen, dus je kunt nog altijd uitkappen. Jawel, maar dat gaan we nu ook weer doen. Dat doe ik eigenlijk bij. Als te dik is, dan kun je niks meer verder aan doen. Te dun kun je uitkappen. Kom een keer. Dat is. Ja. Dat is zo. Dat is zo. Pak weer uw velcro en dan gaan we.
En als vleugel kun je verschillende pluimpjes gebruiken, ofwel gebruik je weer een mallet. Dat ene borstveerke, dat heerlijk is van kleur, oftewel echt zo'n putenveer. Ja. De putenveer? Een putenveer, ken je dat? Dat zijn ook veerkjes van een eend. Ja, I know, my friend. Dat is eentje dat je plat had en ben. Ja, ik ben het ook bij elkaar met in mijn mallet. Ik zal het een keer doen met een Nederlands. Dat is ook schoon van kleur. Wat komt er nu? Een vleugelje van oftewel mallet, oftewel Nederlands, dat we zo dakvormig daar van bovenop in. Ja. Dakvormig, maar... Want die vleugels van een schietmat, dat heeft de vorm van een dakje. Nog een paar millimeters overlaten die hakkel van vuur? Ja, zeker een millimeter of twee overlaten, maar gaat er nog. Er komt nog een hakkel voor. Zijn goed dat kop proberen? Dat is geen goede pluim, zeg. Nee, dat is geen goede. Wacht. Dan ga je meer kunnen met hem. Dat is Nijlhans. Maar dat mag ook mallard zijn, of dat mag ook van die, hoe noem ik, borstveertjes van een eend, van die puttenveer. Borstveer. Ja. Zwebs. Ja. Wacht, hè. Zwebs. Weer de zwebs, mevrouw. Zwebs in Nijlhans. Ja. Dank u. Alsjeblieft. Ijsdies. Je moet er redelijk wat van die onderste pluizige veren van aftrekken, zodat je ongeveer nog dat over hebt. En je ziet dat zo'n beetje een holle kant heeft aan een bolle kant. We gaan dan met de holle kant naar beneden erop gaan leggen. Ventjes. 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 Ijsdies. Ja, ijsdies. Ventjes. Ijsdies nog. Pet dat voor een doel. Ja. We gaan daar op het einde gaan we daar nog een veetje uitknippen. Als de vliet klaar is. Ja, dan mag weg. Dus je gaat dat op van boven op je lichaam gaan leggen, dat er nog ongeveer 4 mm. Ongeveer 4 mm voorbij je lichaam. Op je lijf. Je hebt de thee, bro. Thee. Nog een? Iemand thee. Ja, Steven hier. Ja. Willy. Dank u wel. Nog iets voor Willy. Rode wijn. Ook Willy. De cola. Noorval. Ah, dat klopt. Schips. En als je dat met een paar slagen vastgelegd hebt, kun je dat een klein beetje terugtrekken, dat je totaal ongeveer een viertal millimeter van cola het begin van je lijfje komt. Dat is perfect dan. Dat vanachter wil zijn. Ja. Dat is wel goed afblijven. Nou, ik heb niet dat. Dat is een beetje hetzelfde systeem. Dan mag gerust maar afvlug zijn. Nee, wacht. En nu gaan we een hakkel opzetten. Dat is misschien wel, dat is geen moeilijke vriend, maar die hakkel is misschien wel het moeilijkste stuk ervan. Dat is een sandy dun voor wie dat heeft, of lichtbruin. Bruin. Heb je een nekkelplaaier? Moet je een beetje goede strepen zijn. En moet je echt gaan kijken naar een hakkelje dat past. Want je gaat dat gaan wikkelen. En dat mag niet te groot zijn, want anders zit hem in vlieg. Ja, waarvan dat je eigenlijk doet, waar dan de poten van uitsteken. Bij het echte insect is dat ook zo niet. Dus nu, je kunt er ongeveer... Dan minder dat. Een bruin. Ja, je kunt dat keer testen door. Met een grizzly kun je dat erop te rijden. Hoe grizzly kun je dat doen? Voilà, als dat ongeveer. In mijn geval een kleine centimeter is qua lengte. Ja, ik zou die een bleek weer pakken. En nu een nekkelplaai? Een bleek pakken. Dat niet, een nekkelplaai?
Ja. Dus we gaan je hakken inbinden, als je alle stam krijgt. En die kan je met de bolle kant naar boven gaan inbinden. Een kale stam. Goed zitten. Waarom is het erachter? Dat is de vader, dat is de En dan inderdaad, wat hebben we dan nodig? Hakkelklem. Als je met zadelhakkels werkt, kun je dat wel gewoon met je vingers doen, maar als je met gewone hakkels werkt, is het beter van een hakkelplier te gebruiken. Dat is wel iets handiger. En is dan gewoon afbinden? En dan is de wikkeling of 4 en afbinden. Afbinden, oké, afbinden. Zet, het is allemaal nogal basic, nogal klassiek. Ja, maar het is een goede vriend. Het is juist de verhoudingen die je moet goed kennen. Ja, ja. Dat is alles. Een vlieg of een duur. En dan mag je een kopje vormen. Dus ik doe altijd een beetje fijne bindlak van die minetjes. Dat is echt goed op de bindruit. Moet je dat 10 keer op de neus zetten, heeft hij een potje binnen. Zijn er, zit er iemand anders in, maar Marco, op de plaats zit? Nee, dat is de netjes. En bij finish. Ik doe dat meestal bij die grote vliegen 2 keer. Dan heb je echt een robuust kopje. En ik moet ervan uitgaan dat dat niet meer gaat loskomen als je er een paar vesten mee van. Ja, dat daar stemmen. Ja, dat is echt heel druk voor vis mee van. Duft dat, gewillig. En dan gaan we nog een beetje fine-tunen. Je hebt een vetje hier nu. Ja, wel, nu hadden op 2 plaatsen een vetje gaan knippen. Onderaan in uw hakkel. En wat je ook nog kunt doen is een vetje uitknippen uit je vleugel. Ja, dat is goed. Je gaat ervoor zorgen, als je hier onderaan uit je hekkel dat veetje knipt, dat je vlieg veel beter op het water gaat staan. Ja, dan nog een keer een stukje nijl. Een nijltje. Ah ja. Is een beetje lopen.